Houdt u van de Amerikaanse manier van campagne voor? Ja, absoluut. Ik vind het inspirerend in wat ze daar doen. Dan weet je wat, hoe dat komt. Ik vind politiek hier vaak een beauty contest. In de laatste 2 weken even een paar debatjes en dan even kijken. Dan zitten we allemaal te wachten. Wie gaat er door het ijs en wie gaat het hier fantastisch doen? En wat wij doen is bouwen aan een beweging. Wij zijn op dit moment een van de kleinste partijen. In de peilingen zijn we een van de grootste, maar in het parlement een van de kleinste partijen. We hadden het kleinste budget. En wat wij doen is met zoveel mogelijk mensen in actie en beweging krijgen om samen die verandering in Nederland mogelijk te maken. En Siberen noemde die al. Siberen Kooistra, dat is onze online strateeg. Die heeft voor de Volkskrant gewerkt, is in de VS geweest om voor de Obama-campagne te werken. Maar we hebben ook Joey, dat is onze beeldvoerder. We zijn de eerste partij met een beeldvoerder. Die is allemaal bezig met hoe kan je mooie filmpjes maken en hoe kan je heel audiovisueel in beeld brengen waar je voor staat. En wij voeren op een hele nieuwe manier campagne. Ik denk dat wij het campagnevoeren in Nederland aan het herdefiniëren zijn. En daar ben ik heel trots op. En wat betreft die adviseurs van de Clinton-campagne en Bernie Sanders. En ze hebben volgens mij ook voor de Trudeau-campagne gewerkt. Wat wij hebben gedaan is advies gevraagd aan mensen. Hoe kan je ervoor zorgen dat je een beweging kan bouwen online? En daar heb je heel plat, we zitten hier op de Techstudent, heb je platformen nodig. En heb je de IT-infrastructuur nodig. In Nederland is daar niks voor te vinden. En als het in Nederland niet te vinden is, dan kijken we over de grens. En dat is wat wij in huis hebben gehaald.